En goedemiddag allemaal. Ik ben er weer. Jullie zijn hier in echte zeep. Het is hier nu 11:30 en overal om ons heen, hè, is het aan het flitsen. Echt overal. Behalve hier. En Den Bosch. Verder dan Den Bosch zien we ook wat. Maar hier is het kurkdroog en geen onweer. Ik ga gewoon, of mijn broertje gaat gewoon, rond proberen te filmen. Misschien vinden we wat stralen. Dat wil dus zeggen dat er vandaag geen Final Fantasy gaat komen. Net zoals dat er gisteren geen Final Fantasy is gekomen. Omdat editwerk en zo. En natuurlijk gewoon werk en zo. Maar dat hoort er allemaal bij. Dus als we nou eventjes dat lampje heel eventjes uit gaan doen. Dan wordt het hier in één keer een stuk donkerder. Maar dan gaan we gewoon verder met audiocommentaar. Want hier komen heel veel muggen op af. En ik wil niet gaan lopen muggen ziften. Maar als hij dus nou zeg maar een beetje de camera rond gaat draaien. En dan hoop ik niet dat de autofocus aanstaat, want anders hebben we wel een probleem. Maar dan zie je dus zeg maar dat het overal willekeurig gewoon aan het flitsen is. Nou, zou het wel, nou in het oosten toevallig van ons, maar huppakee, dat is daar toevallig van het westen. Dat is daar in het noordwesten. Dat was weer in het oosten achter ons. Het flitst hier overal en ik vraag me af, wat is het rookpluimpje daar? Die heb je net niet. Nee. Nou jongens, we zijn in ieder geval weer terug. En ik ga jullie dus een beetje meebrengen met het stormchase-verhaal. Stormchase-verhaal, we kijken nou richting het zuiden. Maar, wauw. Wow, die heb ik er volgens mij net op staan. Ja, je kon die kan netjes nog opdraaien zeg. Die nam er even wel de tijd voor. Zo. Maar dit is dus zeg maar om, dit is stormchase, wat wij... standaard doen. Damn, dit is spannend. Dit is een van de felste onweersbuien die je dus zeg maar per jaar meemaakt. Het is vandaag enorm warm geweest. En overal om ons heen is het op dit moment aan het onweren. Zuid van ons, noord van ons, west van ons, heel af en toe aan de oostkant. Maar we zijn omringd door onweer. En waar we dus nu zitten, is het nog keurig droog en er hangt er boven ons geen wolkje nog op dit moment. Nou, ik wil jullie er wel eventjes op wijzen. Wij zijn professionals. Wij weten wat wij doen op het moment dat het gevaarlijk wordt. We zitten hier naast ons een auto. En als het te dichtbij komt, dan stappen wij gelijk in de auto met de ramen dicht en filmen wij vanuit een auto. Het is namelijk echt niet aan te raden om open in een polder te gaan zitten tijdens onweer. Dus wees voorzichtig en kijk uit als je onweer wil gaan filmen. Wij hebben toevallig een auto bij de hand. Maar ga dat niet doen met de fiets, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Net zoals dat er nu ook een auto aankomt, maar wij zitten hier gewoon op de weg. Ja, soms komt er een auto voorbij, moeten we wel eventjes knippen. Maar ik denk dat ik nou al een beetje de uitleg heb gedaan over hoe dat wij dus zeg maar aan het stormchasen zijn. Het is nu heel moeilijk om stralen zeg maar te vangen, omdat het is donker. Jullie zitten nou naar een zwart scherm te kijken, maar hey, jullie hebben tenminste mijn audio komt uit. Dat is hartstikke gezellig. En af en toe komt er in één keer iets lichts voorbij, maar... Wij gaan dus echt specifiek uit naar de stralen. De echte bliksemstralen die je dus zeg maar ziet. Zonder iets van wolk dat je echt meer ziet als alleen maar het lichtveld. Nou, op dit moment komen de... Nou, maar het is dus nou echt gewoon hopen tot we de goede kant op kunnen filmen. Want in het noorden blijft het nou dus ook de hele tijd zeg maar ook flitsen. En zuid van ons ook. Dus we zien het zuid, we zien het noord. We zien het west heel af en toe. Nou, zagen we het toevallig in het westen. Oosten is het nou weer heel rustig. Maar we weten dus niet of het nou aan het insluiten is of niet. Dus we gaan gewoon stralen te pakken krijgen. Ik ga nu beginnen met de montage. Zoals altijd pakken we een straal, krijgen jullie onze reactie natuurlijk. En op het moment dat de straal zich live plaatsvindt, er wordt niks in geëdit. Het enige wat er geëdit gaat worden is natuurlijk wanneer dat we er een te pakken hebben gekregen. En op het einde natuurlijk de foto's van alle stralen die we te pakken hebben gekregen. Dus ik zou zeggen, veel plezier, enjoy en wij gaan proberen stralen te vangen. En alsjeblieft nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, probeer dit thuis niet uit, want het is een gevaarlijke hobby. Disclaimer. Meer hoef ik niet te zeggen. Disclaimer, do not try this at home. Tenzij dat je een auto bij je hebt. Ja. Hey, Zelda player, heb je ooit wel eens een keer de bliksem dan in je auto gehad? Ja. Twee keer. Eén keertje tijdens het rijden. En één keertje
Waar was het ook alweer? Dat was samen met jou. Ik heb het één keertje gehad met rijden, maar één keertje... Volgens mij met mij in het dak één keer. Dat we echt... Bam! Of althans... Ik werd bijna verblind. Was dat niet toen we bij de Biesbosch waren? Volgens mij wel. Ik werd bijna verblind en het enige wat we hoorden was... Boom! En een hele harde knal. Eerst hoorden we floep en boom erachteraan. Wat? Ja, zo gaat het echt chaos nou hoor. Hallo Mr. Jeep. Hallo Wendy. Sinds wanneer heet jij Wendy? Geen idee. Oké. Het flitst, het knettert en hij zwemt. Zwemmen. Hij flitst voor jou en hij flitst voor haar. Hij flitst toch heel wat bij elkaar. En als hij een flitsje voor je maakt. Dames en heren, als u nou ergens een flits ziet zwemmen, contacteer dan mij. Want dat wil ik heel graag zien. Hij zwemt in de wolken, dat zie je toch. En dat is warm voor een schaduwtemperatuur. Die heb ik erop staan. Wauw. En die ook. Oh, die heb ik er ook op staan. Nice. Was alleen wel iets wat lichter straal, maar ik heb hem wel. Oh. Hier. 5. Die heb ik. 6. Daar. Oh, die heb ik heel mooi. Best een pittig buitje wat daar hangt. Oh. Oh, daar. Wow. Heb je hem? Nee, naar het zuiden. Mijn excuses. Zo. Ja, west zag ik iets. Wauw, die heb ik er volop staan. Zo. Het meeste spektakel is echt in het westen, of in het zuiden te doen. Wij zien het vanuit daar. Wow. Heb je die? Die heb ik. Wauw. Zo. Die heb ik. Dat is de druk van de bui. Wow. Handig. Ja. Wow, die heb ik. Verdienen. Wow, die heb ik heel mooi erop staan. Zo. Wow! Heb je die? Dat was een inslag. En die heb je? Ja. Oh, kijk, die deed gewoon echt pijn aan mijn ogen, jongens. We zitten veilig in de... tering. We zitten veilig in de auto, dus geen zorg, hè. Maar alsjeblieft, doe dit niet na. Zo. Die heb ik ook. Je mag je raam dicht doen. Dat is, die bui die gaat zo langzaam dat je de regen aan hoort komen. Hey, Big Band. Wow. Wow. Hagel. Ja. Stel je voor dat ik dan nog eens een keer met 50 km per uur rijden. Die heb ik in de spiegel van je autogast. Inslag weer. Ja, weer een inslag. Nou, dat was even spectaculair. Oh. Jongens, ik zei je nou heel even mijn groot licht. Ik probeer, ja, je kunt het nou voor ons weer zien. Maar we zitten nou midden in een plensbui. Ik heb de hele tijd de radar in de gaten gehouden. En de radar die liet zien dat alles zeg maar ons zou passeren. En dit is spontaan boven ons terechtgekomen. We hebben verschillende buien gezien. We hebben een blikseminslag van... Er zit een motje binnen. Van een motje. We hebben een blikseminslag van een straal van 10 kilometer hier binnen gehad. Ga weg, ga weg. Ga je moeder pesten. Waar ben je? Hier. Oh, fietsen. Dood. Maar we hebben dus een blikseminslag nog na 50 meter. 50 meter hoog, zo hoogte denk ik. 50 meter van onze afstand. Daarom echt, ik kan het jullie niet vaak genoeg waarschuwen. Maar doe dit niet na. En we, ik weet niet, maar volgens mij is dat echt haar hoor. Nee, dat is gruis van de weg. De, van een auto afstuitert? Van de weg afstuitert. Omdat de druppels zo groot zijn. Omdat ik kan zelfs de druppels met de camera... Druppels zijn zo groot. Ja, het zijn druppels. Ik weet niet of dat er iets te zien is, maar ik heb vanuit de zijspiegel van de auto een blikseminslag op film vast kunnen leggen. Nou, ik ga hem toch weer draaien. Ik vind dat van mezelf, en dan mag het misschien eigen ding zijn. Waar was dat? Dat was naast mij. Wauw. Hoor je het? Ja, ik hoor hem, ja.
Ik vind dat van mezelf best wel professionaal. Dus wat doen we hier? Verdrinken. Ik wil een pot, meneer, staan. Hier aan de pot. Ja, ik draai hem weer naar het westen toe, want daar passeert hij ons. Volgens mij is het alleen maar inslaan. Volgens mij, wij hebben onze regen, maar wij hebben geen onweer. Ja, voor ons. Als het goed is, de regendruppels vallen, ook al heb ik niks van licht of zo. Die kan ik gewoon met de camera. Oh! Moet je? Ja, mijn pc uitdoen aangezien er zwaar onweer aankomt. Tip, als er onweer aankomt, doe het ook. No joke. Bij mij is alles in één keer kapot gegaan omdat ik laks was. Het is van Arm en Mr. Nintendo Dutch en ik geloof dat hij aan de kustkant zit. Maar daar, in het zuiden? Nee. Volgens mij heb ik de camera staan. Ik zie daar nog steeds flitsen in het zuiden. Geen noorden. In een bos schiet het gewoon nog, hè? Ja, die peiling gaat wel langzaam, hè? Van het licht elke keer. Uh-huh. Vind ik niks gek. Wow, die heb ik. Denk ik, heb ik die? Ja, die heb ik erop staan volgens mij. Heel mooi. Dat klein staartje was, hè? Ja. En hoe vaak hebben wij het meegekregen dat wij... Wow, die heb ik erop staan volgens mij. Was dat een straal? Ja, die was richting de grond, maar die heeft gewoon niet geraakt. Oh, die heb ik er net niet op staan, jammer. Jij wou onweer? Hier! Ja, lekker alle ramen. Nou. Wow. Zeg maar wow, ja, want die heb ik erop staan. Een graad of 14 hoor. Maar wel lekker. Die heb ik. De ding. Die heb je er volgens mij op staan. Ik weet het niet, ik heb een schuttend beeld, dus ik denk niet dat die goede kwaliteit is, omdat ik zei te rillen van de koude. Beste zeepjes, aangezien dat het zo laat was gisteren, tot we terug zijn gereden, helemaal vergeten zijn om een outro te maken. Bij deze maak ik nog wel even een mooie outro. Wil je dolgraag de foto's zien die dus zeg maar gemaakt zijn van de bliksemstralen zoals deze die je nu ziet? In de beschrijving staat de link van Facebook waar alle foto's van de mooie flitsen die we hebben gevonden op 13 augustus. Staan allemaal mooi op een rijtje, kun je daar laten zien. Laat weten welke je favoriet is of de mooiste als je daar tijd voor hebt. Laat weten wat je van deze video vond, als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter, als je daar de tijd voor hebt. Wil je nog meer onweer zien? Klik dan op het videootje die nu naast daar... Ja, je ziet hem al. Daar kun je op klikken en dan heb je de... Volgens mij is dat van de Pinkster. Maar ja, wil je dus nog meer onweer zien? Dan kan dat natuurlijk daar op dat videootje. Ik dank jullie voor het kijken. Nogmaals mijn excuses tot Final Fantasy niet is gekomen gisteren en vandaag. Dus ja, zondag hoop ik daar weer mee verder te gaan. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Doei!